sowieso bij verse roomboter, dat is het allerbelangrijkste. Vervolgens meng ik dan met de suiker, zowel witte bastardsuiker als bruine bastardsuiker en onze speciale kruidenmelange. Dat is juist hetgene wat het hele speculaas zo lekker maakt en waar wij jarenlang een beetje op geperfectioneerd hebben. Het lijkt misschien simpel, maar het is erg belangrijk om de verhoudingen precies goed te krijgen. Je wil niet te veel kardemom hebben, want dan wordt het heel erg fris. Dan lijkt het net alsof je pepermunt in je mond hebt. Je wil ook weer niet te veel speculaaskruiden hebben, maar je wil wel een lekkere smaak erachter hebben. En dat was ook wel een uitdaging. We hebben een hele hoop gefaalde recepten gehad en nu hebben we uiteindelijk een recept dat echt wel winnend is. Elke ochtend staat hij om 5 uur op om de koekjes te bakken en dat is ook wel nodig. Ik denk dat we eerlijk gezegd over het complete jaar meerdere honderden kilo speculaas verkopen. Daar praat je sowieso wel over. Niet alleen de goede verhoudingen maken het koekje goed, ook heeft de bakker nog een geheim ingrediënt. En dat wil hij best met ons delen. Ik gebruik altijd karnemelk om de werkende stoffen, zoals koolzuur, bakpoeder, alles wat zorgt dat het product omhoog gaat, wat tegen te werken. Het heeft namelijk een best wel strenge smaak en dat karnemelk dat neutraliseert dat. Maar buiten dat natuurlijk ook. Veel liefde.